Het Bureau voor de Staatsschuld heeft de leningen per oktober 2017 verwerkt. De laatste twee leningen die zijn verwerkt zijn aangegaan bij de Finabank NV. De regering heeft op 25 juli ruim $24 miljoen geleend. Op 9 oktober is nog eens circa $12,5 miljoen en ruim €3 miljoen geleend. Deze leningen zijn bestemd om de begrotingsuitgaven te kunnen dekken. Beide leningen hebben een looptijd van een jaar en zijn gesloten tegen een rente van 5%. Zo meldt Staarnieuws. Bij de Republic Bank werd op 19 juli een bedrag van €10 miljoen geleend, eveneens ter dekking van de begrotingsuitgaven. De lening bij de Trinidadiaanse Bank heeft een looptijd van 2 jaar tegen een rente van 7%. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée op 14 december gaf minister Gilmore Hoefdraad van Financiën onomwonden aan dat de overheid zal doorgaan met leningen wanneer het moet. Het is immers een ontwikkelingsvraagstuk en niet slechts een korttermijn vraagstuk van dekken van het begrotingstekort. De combinatie van beide. We hebben moeite gedaan om het tekort terug te dringen, omdat het gegeven de omstandigheden moest. Het tekort is 6% van BBP en dat is nog steeds minder dan het parlement om gevraagd had. Maar het breekt ook de tijd aan dat investeringen niet langer geparkeerd kunnen blijven op de achterste brandpunt van het fornuis. Met andere woorden, de kern van het leningenbeleid is om de nationale ontwikkeling te stimuleren. Meer nog, het leningenbeleid is niet slechts anders dan invulling geven aan het financieren van het begrotingstekort. We zijn beneden wat u vraagt als parlement, maar natuurlijk hebben we een gat die we moeten dichten. En dat is de basisprincipe van elke volkshuishouden. Financiënminister Gilmore Hoefdraad. Tijdens de begrotingsbehandeling is ook duidelijk geworden dat de bewindsman $75 miljoen wil lenen bij het Oppenheimerfonds. Dit ter dekking van het begrotingstekort. Op het leningenbeleid van de regering werd forse kritiek geleverd door assembleeleden. De minister gaf aan dat de regering nog steeds binnen wet en recht is en het schuldenplafond niet heeft overschreden.